Hoi, leuk dat je bekijkt naar een nieuwe video van Fem. En we gaan het vandaag hebben over angsten. Ja, want iedereen is al ergens bang voor. En wij hebben bepaalde angsten. En jij hebt waarschijnlijk ook wel een angst. We gaan in deze video in ieder geval onze angsten bespreken. En we zijn ook benieuwd naar waar jij bang voor bent. Dus mocht je daar iets over willen zeggen, dan laat het even weten in de comments. Yes. En we starten bij mijn eerste angst. Nou, zoals je kon zien is mijn eerste angst vliegangst. En daar heb ik kort geleden nog flink mee te maken gehad. Want toen ging ik samen met Joyce naar Curaçao. En dat vond ik echt heel erg eng. En dat komt ook wel door al het nare nieuws wat natuurlijk is geweest rondom verschillende vliegtuigen. Daardoor had ik helemaal iets toen ik in het vliegtuig zat van als die piloot zeg maar uit de cockpit kwam. Ik dacht, wat doe je hier? Ja, wat doe jij hier? Ga terug. En ja, ook gewoon als ik geluidjes hoorde of wat dan ook, dan dacht ik elke keer, oh, er is iets niet goed. Of, dus dat ja, vond ik wel heel heftig en dat heb ik al wel langer, maar nu was het nog best wel heviger aanwezig. Mm. Ik denk dat het iets te maken heeft met dat ik geen controle heb en dat ik, ja, natuurlijk, ik weet niet hoe het werkt, zo'n vliegtuig. En ik zit zelf niet achter het stuur, dus ik kan ook niks doen als er iets misgaat. Ik weet ook niet wanneer er iets misgaat. Mm. En dat maakt het heel ja, onvoorspelbaar en dat is best, best lastig. En dan zijn we bij een angst van mij, of in ieder geval een angst die ik heel lang heb gehad, van mijn 13e tot mijn 18e ongeveer. En dat is sociale angst. Op die leeftijd was het bij mij zo erg dat ik op een gegeven moment helemaal niet meer naar buiten durfde. En ik eigenlijk ook een jaar niet buiten ben geweest, omdat ik het gewoon zo eng vond om mensen te ontmoeten. En het was gewoon allemaal te veel. En op het moment dat ik het wel probeerde, dan kreeg ik ook enorme paniekaanvallen. Nou ja, gelukkig, het hoeft niet zo extreem te zijn hoor. Bij mij was het wel een heel extreem geval dat ik niet meer buiten kwam, et cetera. Het hoeft dus niet. Het kan ook gewoon zijn dat je het eng vindt om naar feestjes te gaan. Of in grote groepen dat je dat eng vindt. Nou, mijn tweede angst is angst voor de dood. En dat is wel echt een angst die ik al van heel jongs aan heb. Ik ben gewoon altijd wel heel bang gewoon voor, ja, je weet niet wat het is. Je weet niet wat het, ik ben ook niet gelovig opgevoed of wat dan ook. Dus ik heb ook niet zoiets van, oké, maar dan komt het allemaal goed of zoiets. Komt iets hierna? Nee, dus het voelt zo, ja, gewoon dat idee van dat er nooit meer iets is of zo. Dat, nou ja, jaagt mij in ieder geval heel erg veel angst aan. Zoveel angst dat ik er in ieder geval niet meer aan probeer te denken. Vroeger kon ik er dan echt helemaal in blijven hangen en malen en nou ja, dat soort dingen. En ik was vroeger vaak ook bang om naar dingen toe te gaan, zoals schoolreisje en alles, of vakantie en dat soort dingen. Omdat ik dan gewoon bang was dat er iets zou gebeuren en dat ik dan dood zou gaan. Maar goed, gelukkig is dat nu niet meer zo heftig en kan ik er nu best wel gewoon mee omgaan en kan het relativeren enzovoort. Maar er is absoluut nog altijd een angst voor de dood. Mijn tweede angst, dat is overgeeffobie. En dat klinkt misschien heel gek of dat mensen denken van ja, maar ja, niemand vindt het leuk om over te geven. Maar bij mij is het niet alleen dat ik het gewoon een beetje naar vind om over te geven. Ik vind het zo erg dat ik er gewoon helemaal van in paniek raak. Wanneer ik ook maar iets van een misselijk gevoel heb, dan, ja, dan schiet ik helemaal in de paniek. En ik vind het zo ontzettend naar en heftig. En gewoon dat ik die controle dan niet meer daarover heb. Ik kan niet bepalen of ik wel of niet moet overgeven, want als je moet overgeven, dan moet je gewoon overgeven. Dan kan je niks aan doen. En die gedachte, dat, ja, dat is echt vreselijk of zo. En het heet emetofobie, toch? Ja, emetofobie, ja. Ja. En je hebt het ook, zeg maar, het is niet alleen dat ze het bij zichzelf heeft, maar het is dus ook dat als ik ziek ben, een tijd geleden was ik ziek en toen moest ik overgeven. Oh, ja. En in plaats van dat Joyce dan mij komt helpen, zeg maar, dan is het dus half in paniek, want dan, ja, ik weet niet, vind je het helemaal vreselijk? Ja, vreselijk. Of Carty was dus beneden, die was ziek aan het overgeven. En toen kwam ze op een gegeven moment weer boven. En toen zat ik in een hoekje te huilen, omdat ik zo in paniek was. Het spijt me. Ja.
de laatste angst is faalangst. En dat is denk ik een angst die wel heel veel mensen herkennen. Ik had het vroeger ook wel, want ik was eigenlijk nooit zeg maar klaar met leren. Ik was altijd bang dat ik een onvoldoende zou halen. Ik had altijd het idee dat ik het niet kon. Terwijl ik altijd, bijna altijd wel gewoon goede cijfers haalde. Dus eigenlijk sloeg het nergens op. Maar ik was altijd op een manier bang dat ik het, ja, dat ik niet zou slagen of dat het mis zou gaan. Hmm. En ja, dat is wel iets wat heel veel mensen denk ik... Ik denk het ook, dat heel veel mensen dat wel herkennen. En helemaal omdat tegenwoordig alles best wel een beetje perfect moet zijn of zo. Ja. Toch? En bij verhaal is het dan ook nog zo, want ja, je kan natuurlijk wel gewoon een beetje bang zijn dat je iets niet lukt. Maar het is eigenlijk ook nog dat je ook gewoon echt daadwerkelijk in de weg staat. Dus dat je... Gewoon dingen daardoor, niet doet. Ja, of daardoor gewoon een toets niet goed maakt. Omdat je zo alleen maar aan het denken bent, oh het lukt niet, het lukt niet, het lukt niet. Ja. Dus, ja. Ja, of gewoon maar ergens niet aan begint. Omdat je van tevoren al denkt van, ja, het gaat toch nooit het worden. Dus dat ga ik maar niet eens doen. Ja. Nou, tenslotte willen we nog een aantal tips geven voor als je last hebt van angsten. Het zijn een beetje algemene tips natuurlijk. Mm-hmm. Nou, de eerste tip is in ieder geval praat erover. Ook al heb je het idee dat het heel, ja, een hele, zoals genant bij is. Joyce, zeg maar, dat je angst hebt om over te geven. Dat klinkt heel raar, maar er zijn best wel veel mensen die er last van hebben. Ja, toch nog wel, ja. Ja, dus praat erover. Schrijf iemand een brief of wat dan ook als je het niet over kan praten. En een tweede ding is, ga het aan. En dat doe je vaak niet alleen, want het is natuurlijk... Iets waar je heel erg bang voor bent. Dus belangrijk dat je daar gewoon steun bij vraagt. En dat je gewoon samen met iemand gaat overgeven. Oh. Nee, dat is niet. Dat is niet. Nou ja, er zijn dus natuurlijk wel therapieën, een soort van overexposure therapieën. Waardoor je uiteindelijk zo die angst kan overwinnen. En nou, dat vind ik dan wel een beetje heftig. Maar goed, zoals met vliegangst. We zijn samen, dat was dan niet specifiek daarvoor. Maar we zijn wel samen kort geleden... heeft Joyce een vliegles gehad en toen ben ik ook mee geweest. En dat is wel iets waardoor je ook je angsten voor vliegen een beetje kan overwinnen. Omdat je gewoon ziet hoe dat dan werkt enzovoort. En dat is natuurlijk met heel veel dingen zo. Ja, het is eng, maar het is wel, dat is echt wel een van de belangrijkste dingen om te doen, denk ik. Dat je echt wel langzaam met kleine stapjes gewoon echt die angst moet aangaan. Ja. Zodat je kan zien dat het eigenlijk niet zo erg is zoals het in je hoofd zit. Ja. En als laatste puntje is het nog van, voel je allerlei spanning of angst opkomen of wat dan ook. En dan is er een heel zweverig iets. Maar het werkt wel inderdaad, let op je ademhaling. Want als je gewoon heel erg gespannen wordt... Dan gaat het mis. Gewoon. Ja, dan merk je vaak niet dat je gewoon een soort van helemaal vast zit qua ademen. Mm-hmm. En op het moment dat je dan weer even denkt, oké, je moet echt weer gewoon normaal gaan ademen. Dan voel je vaak ook dat de spanning minder wordt. Minder wordt, ja. Dus dat kan heel erg helpen. Ook voor toetsen en voor spannende presentaties of wat dan ook. Ja. Dus... Dat was het. Ja, nou we hopen dat jullie... nou ja, het leuk vonden, klinkt misschien gek, maar misschien iets aan hebben gehad. Als jullie een angst hebben... Ik ben er wel zeker, maar laat dan even hieronder achter in de comments. Ja, we zijn benieuwd. Nou, bedankt voor het kijken dan en tot de volgende keer. Yes, doei. Dag.